Een hele goede morgen. Ik ga vandaag naar Disneyland. En ik ga niet alleen, want ik ga samen met Bas. En het is 4:00 PM en laten we gewoon gaan. Let's go. Nou, we zitten in de auto. Bas die gaat nog even tanken heel snel. En dan gaan we, als het goed is, in één keer door. Ik ben zo benieuwd. Oh, mijn hemel. Eerste keer Tom met Bas. Nou, we zijn er doorheen, gelukkig. We staan gewoon stil. Voor de tol. Normaal. Ik zie niks. Kom hier. Nee. Ah. Het gaat echt fout, dit. Iedereen... Hou je vast! Marne naar Valais. Is maar een weg. Maar een weg is dus een wil. Maar een wil is dus een weg. Andersom inderdaad. Oh, weet ik veel. Nee, jij zei het. Oh, ik zie wat. Eén park. Nee, ik heb geen parkeerticket. Oh. Als ik gewoon vloeiend Nederlands ga praten. Hallo, wat Frans zou ik altijd doen. Nee, maar het raam zit hier rechts, dan moet jij praten. Nee, ik ga niet praten. Ja, je dag. Ik ga ook niet even praten. Bas. Ja. We zijn er. Jee. Nou, 6:00. 5:00. Nee, korter. 5:30. 5:30. Het is echt super mistig. Je ziet echt helemaal niks. Maakt me gek. Nou, wauw. Je ziet heel veel. Nou, mooi. Mooi zo. Ik zie genoeg hoor. Nou jongens, yeah. We zijn er! Doe het. We zijn er al even hoor, maar maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Fotobom. Fotobom. 1, 2. Hij schrijft er niet meer in. Wat leuk! Nou, de eerste attractie. Buzz Lightyear. Let's go. Hoi. Zin in. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, ik heb hem! De schil moet er wezen. Kijk nou hoe leuk. Dan landen we in het water. Ja. Neem een stukje vulkaan mee. Ja, neem een stukje vulkaan mee. Oh, wauwie. Wauwie. Oh. Nou, dat was kort maar krachtig. Je ziet ook echt helemaal niks. De volgende gaat Pirates of the Caribbean worden. 5 minuten. 5 minuten maar? Oh, dat valt mee. Let's go. Je ziet helemaal niks. Oh, we lopen vast. Harry! Die had ik echt niet aan zien komen, ik zweer. We gaan nu in het spookhuis. En ik ga nooit in spookhuizen. Dus ik ben benieuwd. Heel eng. Dat vind ik zo ontzettend spannend, hè? Nou, we zitten nu in het spookhuis. Je mij? Oh, je bent me aan het filmen. Nee, het is echt donker hier. Ik hou niet zo van spookhuizen, maar dat maakt niet uit. 130 op de vluchtstrook. Wat heck? As no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to
fijn. Nee, want dit is leuk. Wat de heck? Oké, dit had ik niet verwacht. Maar we gaan in een karretje zitten. Waar zitten we? We staan. En we waar staan we? Bij Star Wars of zo. Bij een simulatie of zo. Geen idee wat het is. Waar heb je van die ruitjes? Dat weet ik niet. Waar zit je? You humans and the stuff you find, I'll never understand. What's going on, huh? Heel mooi dit. Oh, hoe doe je dat? Mooi. Undercover. Open papa niet. Eens is er een zieke intocht gaande. Schattig! Zwaaien! Ja. Dat was de optocht. Heel kort. Ik ben nu deze video aan het editen. Zo. Veel chaos. Ik ben in ieder geval weer thuis, veilig aangekomen. Ik heb niet echt de vlog afgesloten of zo. Komt ook omdat we best wel vermoeid waren en moesten nog 5 uur lang terug. Maar wat we eigenlijk hebben gedaan is, we zijn nog een paar winkeltjes ingegaan. Daar hebben we nog wat spulletjes gehaald. Een sleutelhangertje en een placemat voor mijn moeder. En Bas die heeft wat mokken gehaald. En toen zijn we eigenlijk teruggegaan en... ja, naar huis. En ik was rond een uurtje of 11 thuis, gok ik. Dus op zich, het is prima te doen om even lekker heen en weer te gaan als je even op pad wil. En bij deze sluit ik ook nu lekker de vlog af. Ik ga zo meteen lekker slapen. Tot bij de volgende video. En laat zeker even weten in de comments waar ik de volgende keer heen moet gaan. Welk pretpark of ga zo maar door. Laat dat zeker even weten. En dan zie ik jou volgende week weer. Doei!